ben hier in de Java Bibliotheek om de Nederlandse vertaling te halen van de Poisonwood Bible van Barbara Kingsolver. Zij is een Amerikaanse schrijver en ze heeft een boek geschreven over een evangelistengezin die uit Amerika naar Congo gaat om daar zieltjes te winnen. In de laat 50e jaren, ten tijde van Patrice Lumumba. En ze spreken de inheemse taal niet. Dus er ontstaan allerlei misverstanden en daarom heet het boek ook Poisonwood Bible, omdat Jezus zoals hij het uitspreekt in het Congolees, Poisonwood betekent. Dus het is volledig raar. Wat er zo mooi is aan het boek, is dat alle gezinsleden een stuk van het verhaal vertellen en dat de taal continu verandert, omdat je vanuit de blik van de dochter of de zoon of de moeder of de vader het verhaal leest. En wat ik er ook heel mooi aan vind, is dat je een inkijkje in de geschiedenis van een land krijgt op een heel andere manier dan dat je een geschiedenisboek leest.